Dames en heren, ik open de vergadering. Ik wil beginnen met, voor zover we dat niet gedaan hebben, afgelopen nieuwjaarsbijeenkomst, u allen een heel goed en gezond 2020 toe te wensen. Het is de eerste vergadering van de Raad in het nieuwe jaar. Er ligt nog een heel jaar voor ons. Ik wens u heel veel werkplezier en u als Raad het nemen van heel veel goede en belangrijke besluiten voor onze gemeente. Er is bericht van verhindering van de heer Van der Wel, mevrouw Joldersma en mevrouw Van der Veen. En mevrouw Luiten die staat in de file en laat u alvast groeten en sluit zich bij mijn wensen aan. Passing van de agenda. Ik stel voor dat we de agenda volgen zoals die voorgesteld is. En wellicht, het is ook een heugelijk feit dat de heer Rosse geïnstalleerd gaat worden als lid van uw raad. Is het goed om hem na afloop van de vergadering te feliciteren en niet na de installatie. Want er staan nog een paar kleine agendapunten achteraan. Goed, dat brengt ons bij de benoeming van de heer Rossen als raadslid namens het CDA. De heer Brink heeft afscheid genomen in de vorige vergadering, dat zult u zich allen nog goed herinneren. En de heer Rossen treedt in zijn vacature. Maar dat vraagt wel het een en ander uiteraard. Dat vraagt in ieder geval de installatie van een commissie. En dat is de commissie tot beoordeling van de geloofsbrieven die moeten onderzocht worden. Die commissie, ik stel u voor, die bestaat uit 3 raadsleden. En ik wil u 3 leden voorstellen. Kijk eens hoe het kort gaat. De heer Van der Gampel, mevrouw Meijerink en de heer Wiet. En ik kijk eerst of zij bewilligen in deze belangwekkende functie. Van korte duur weliswaar. Dat is zo. En of u als raad dit voorstel overneemt. Dus u kan allemaal knikken. Dus dat betekent dat de commissie zich terugtrekt en zich gaat buigen over de geloofsbrieven. En dan terugkomt en daarvan verslag doet. En dan schors ik de vergadering tot het moment dat zij verslag kunnen doen. Goed, dames en heren. Ik zie dat de commissie weer terug is van de beraadslaging. Ik wil het woord geven aan mevrouw Meijering. Dank u wel, voorzitter. Als voorzitter en rapporteur van de commissie van de onderzoek geloofsbrieven, nieuw benoemde raadsleden, kan ik u volgende mededelen. Aan deze commissie opgedragen taak om de geloofsbrieven van de heer PFG Patrick Rossen te onderzoeken, is uitgevoerd. Met ambtelijke ondersteuning, waarvoor dank, hebben wij de geloofsbrieven bij de verdere bij de kieswet gevorderde stukken bestudeerd van de kandidaat die op 17 december 2019 door de voorzitter van het hoofdstembureau benoemd is. We hebben de onderzochten bescheiden in orde bevonden. Gebleken is dat de benoemde aan alle in de kieswet of gemeentewet gestelde eisen voldoet. De commissie adviseert daarom om de heer PFG Patrick Rossen toe te laten als lid van de raad van de gemeente Harderberg. Dank u wel. En dan constateer ik als voorzitter van de raad dat er niets de benoeming en de beëdiging in de weg staat. Meneer Rossen, misschien wilt u naar voren komen. En dan begin ik met een woord van welkom in de richting van u. Ook in de richting van mevrouw Soesja en Valentijn. Lisa kon er niet bij zijn, hè? Die was nog te jong. Ja? Waar ligt de volgende keer? Het is een heel heugelijk feit. Lid van het hoogste orgaan van deze mooie gemeente. U gaat er deel van uitmaken. En ik ga u daarbij installeren, beedigen. Dus wellicht als u in het midden gaat staan, dan ga ik voor u staan. Dan vraag ik u om te gaan staan. En zelfs de microfoon doet het. Bij een installatie, bij een beëdiging, kunt u kiezen tussen de eed en de belofte. U heeft gekozen voor de eed. En dan wil ik u vragen zo straks 2 vingers op te steken van uw rechterhand. En mij te antwoorden met de zin, zo waarlijk helpt mij God almachtig. Ik zweer om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwensel ook,
enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Dan mag ik u feliciteren met deze benoeming. Van harte. Er is een plaatsje voor u gereserveerd. Ja, u mag uw plaats innemen. En dat doen we natuurlijk met een hele mooie bos bloemen. Sorry. Wil je op tafel leggen? Is dat het handigste? Ja? Staat er mooi, hè? En meneer Rossen, beste Patrick, je begrijpt, de bloemen zijn natuurlijk voor jou bedoeld, maar allereerst voor je echtgenoten. Want veel thuis, dat kan wel wat minder worden komende weken, denk ik, komende jaren. Veel succes. We gaan verder met de agenda. Actuele vragenronde, er zijn geen vragen aangemeld. Ik ga ervan uit dat die ook niet gesteld worden. Spreekrecht, daar wordt geen gebruik van gemaakt. Het vaststellen van de besluitlijst van de raadsvergadering van 17 december, dat is hiermee gebeurd. Ik zie al knikken. Ik weet niet of het punt een aanleiding van zijn. Ik zie ook geen woordmeldingen op dat gebied. Dan komen we bij een aantal hamerstukken. En het eerste hamerstuk, dat is het ongewijs vaststellen van een bestemmingsplan buitengebied Hardenberg, verlengde Broekdijk 16 in Kloosterhaar. En ik kijk of daar nog een stemverklaring op afgegeven wordt voor een van u. Dat is niet zo. Dan ga ik even kijken of u daarvoor bent. U alle knikken. Bij de CDA-fractie. ChristenUnie. Ja, dan zijn het algemeen stemmen. Akkoord. Vervolgens de vaststelling van bestemmingsplan het Lutten, van Lutten aan de weg Zuid. En daar geldt hetzelfde voor. Ik weet niet of daar een stemverklaring is van een van u. Nee, ik zie alle ontkennend kijken. En ik zie u al knikken als het gaat om het instemmen met het voorstel. Ook dat is met algemene stemmen geschied. Kom bij de rondvraag. En ik kijk of daar gebruik van gemaakt wordt. Ook daar zie ik u alle schudden in dit geval. Dus dat is niet zo. Dan rest mij de sluiting. Dat geeft u de tijd om in ieder geval 5 minuten nog de heer Rossen te kunnen feliciteren met zijn raadslidmaatschap. Ik sluit hierbij de vergadering.